De drie casinowetten zijn gisteravond aangenomen in de Nationale Assemblée. Het gaat om de wet hazardspelen, de loterijwet en de wet toezicht en controle kansspelen. De fracties VHP, ABOB en BEP hebben voor deze wetten gestemd. Vanuit de kant van de NDP hebben slechts drie leden voor deze wetten gestemd. De rest van de fractie heeft zich onthouden van stemmen. NDP-parlementariër Rabinder Pamassar merkte op dat deze casinowetten behoren tot de National Risk Assessment, NRA-wetten. Hij zei dat de regering op vele vragen van de fractie geen antwoord heeft gegeven. ABO-parlementariër vindt dat er veel gedaan moet worden aan controle op deze wetten. Maar gelet op het belang, ja, in het kader van het voorkomen van het financieel isolement dat we als samenleving kunnen geraken, heb ik een beroep gedaan op onze leden. En dan zult u merken dat de stemming bij de diverse wetten ook divers zullen zijn. Aan de mensen die zich willen onthouden, vraag ik om zich uit de zaal te begeven en hierachter op te gaan zitten. Dat wij deze sector steeds in beeld en beter in beeld moeten brengen, de financiële stromen en alle andere activiteiten die daar plaatsvinden. In dat kader, meneer de voorzitter, roepen wij uw parlement op om dit wetsvoorstel, deze wetsvoorstellen voor goed te keuren. De NPS-fractie heeft zich onthouden van stemmen. Parlementariër Patricia Etnel verliet voor de stemming de vergaderzaal. Daarvoor vertelde ze waarom de fractie zich heeft onthouden van stemmen. Omdat wij duidelijkheid willen over onze geldstromen, dat die zuiver zijn en die niet zijn gepresenteerd in die hoedanigheid. Wij er ook voor staan dat er regulering moet komen binnen ons geldverkeer en wat er allemaal gebeurt binnen ons kansspelen. Dat wij gaan voor een beter beleid als het gaat om het gokken en over de surrogaatkantoren. En wij er tegen zijn dat wat wij nu zien gebeuren, een bepaalde beleid van een soort kraboedooi mentaliteit wordt ingevoerd. Willen wij vanuit de NPS-fractie ons aangeven dat wij ons zullen onthouden van stemmen. En om te benadrukken dat wij bij het onthouden richting het volk zullen gaan. En ze oproepen om op beter leiderschap te stemmen. Deze drie wetten hebben vele emoties naar boven gebracht. Nisha Jakri van de VHP stemde toch voor de wetten omdat ze ordening wil zien in de goksector. Terwijl Mahinder Kumar Yogi de zaal verliet voor het stemmen en aanhaalde dat het kwaad een wettige status krijgt met deze wetswijziging. Deze wetten zijn ingediend bij DNA om te voorkomen dat Suriname wordt geblacklist door de Caribbean Financial Action Task Force.